Goedemorgen, gelovigen. Ik groet u allemaal in de wonderbare naam van ons Heer en Heiland, Jezus Christus. Zoals u weet, gaan wij deze week van start met onze gebeds- en vaste week. U heeft het programma ook ontvangen. Zoals u ook gezien en gemerkt heeft, hebben we een vaste periode in januari, maar ook in september. We proberen deze sessie zo te doen. Het is belangrijk om een leven te leiden van gebed en vasten, omdat het ons gaat helpen. Het thema voor dit jaar is de wapenrusting van God. Ik heb het ook al eerder in een appbericht gestuurd, wat er gaat gebeuren. Het is belangrijk dat u als gelovige kennis heeft, kennis draagt van de wapenrusting van God. En door te weten welke wapens u heeft, hoe u zich kunt verdedigen, door te weten hoe je de aanval kunt plegen, zal het u helpen om een leven te leiden van overwinning. We starten deze week met gebed en vasten. Ik heb ook al aangegeven dat u op verschillende manieren kunt vasten. U kunt alleen op water vasten, dat is de eerste. U kunt ook fruit en water gebruiken. U kunt dan ook rijst met groenten en water. Per slot van rekening gaat het erom dat u moet bidden. Want u kunt niet vasten zonder te bidden. Dus u gaat vasten, maar u bidt ook. En het is belangrijk dat wij een atmosfeer creëren waar God kan bewegen. Dat wij een atmosfeer van gebed creëren, een atmosfeer van geloof. Dat we gaan bidden, dat we gaan vertrouwen, dat we God de ruimte zullen geven in ons leven, in ons gezin, in het werk, in alles wat we doen, dat wij God gaan eren en aanbidden. En ik roep u op, indien u de ruimte en de gelegenheid heeft om te bidden en te vasten met ons, doe dat. We zullen ook dagelijks gebedsdiensten hebben van 7:30 tot 8:30. De eerste dag, vandaag dus, gaan wij vasten, gaan wij bidden. Maar de bidstond van vanavond gaat meer over de gezinnen. Een app die ik eerder deze week gestuurd heb, daar kunnen we duidelijk lezen. Welke onderdelen wij zullen aandoen deze week. Voor vandaag staat op de planning bidden voor het gezin. We gaan vervolgens bidden. Dat is morgen gaan we bidden voor ons geloofsleven. Het is zo belangrijk dat wij een relatie hebben met ons Heer en Heiland. En dat wij dan een geloofsleven gaan hebben waar er structuur is, waar standvastigheid is, waar we met vol overgave de Heer gaan dienen. Het derde punt is Gods leiding. We kunnen niet leven zonder de leiding van de Heilige Geest in ons leven. Nummer 4, het is ook belangrijk dat we gaan bidden voor ongelovigen, voor onze familie, zij die Jezus nog niet kennen, de onbekeerden tussen ons, dat wij ook hun gedenken, lieve broeders en zusters. En op vrijdag gaan we bidden voor de hand des Heren. Ik roep u op, doe mee. Als kinderen van God is het belangrijk dat wij ook een houding hebben van gebed, van dankbaarheid, dat wij vol ontzag, met diep ontzag naderen tot de troon van ons Heer en Heiland. Ik zie er naar uit om vanavond samen met u te bidden. En misschien zegt u van, hey, het gaat niet lukken, want dit en dat. Ik begin u alvast erop voor te bereiden. Er is een strijd die gevoerd moet worden tussen het vlees en de geest. Paulus zegt het heel mooi, het vlees is zwak. En daar gaat die strijd zijn. U gaat moeten vechten. U gaat uw lichaam, u gaat het vlees moeten commanderen van, hey vlees, vandaag is mijn dag. Jij bepaalt niet wat jij wil, maar ik bepaal. En indien het niet lukt, indien het moeizaam gaat, dan wil ik u adviseren. Vraag de Heilige Geest om u te helpen. De Heilige Geest is er om u te onderwijzen. De Heilige Geest is er om ons te helpen in deze situaties. Laat de Heer u leiden. Bid God, vraag God om ook uw gezin mede te heiligen, dat de engelenwacht over u mag komen. Natuurlijk, voor zij die de afgelopen dienst, en dat was afgelopen zaterdag, niet aanwezig waren tijdens de online dienst, aan u wil ik zeggen, een happy new year. God zegene u en God houdt heel veel van u. Ik wil afsluiten met een kort gebed. Vader, dank u wel voor dit moment dat ik mag bidden.
voor uw volk, dat ik mag danken dat ik deze gebedsweek mag inluiden met gebed en dankzegging. Heer, leid uw volk. Zij die op een drempel staan om wel of niet mee te doen, raak ze aan, Vader. Het is belangrijk dat wij ook een keuze maken om ons lichaam te commanderen, om niet te bepalen wanneer hij of zij wil eten, maar dat wij gaan bepalen wanneer er gegeten wordt. Heer, zo willen wij een offer brengen, Heer God. Wij offeren onze maaltijd, wij offeren onze maal. Neemt u over. In Jezus' naam. Amen.